Hey, leuk dat je weer kijkt. Deze video, daar hebben jullie waarschijnlijk misschien al een tijdje op gewacht. Het heeft even geduurd. Het was een flinke pungel om te editen. Was veel materiaal. Maar hij is klaar. Veel kijkplezier. Heb je het al gezien? Wat? Kom eens kijken. Zoals je ziet hebben we een kinderfeestje. Vandaag is het feestje. We gaan ontdekken hoe glas gemaakt gaat worden. Gisteravond is er flink wat sneeuw gevallen. Dus de jongens zijn nog even lekker buiten spelen. Zo, we gaan op naar de glasblazer, jongens. Dan zetten we die staaf iets ervoor. Zo. Zo, dan ga ik jullie uitleggen wat we allemaal doen. Zo. We gaan nou een schaal maken. In het rood, okergeel, antracitblauw. Die kleuren heb ik al voor de oven neergelegd. Ja? Zo. Dan maken we wat kleinigheidjes tussendoor. Dan gaan we met de jarige werken. Dan laat hij zien wat hij kan allemaal, wat hij opgestoken heeft als ik werk. Ja? Goed? Kerel, moest je wel goed opletten. Dan moest je het dan zelfs doen. Oh, krijg je er warm van? Krijg je warm van? Zo, zullen we het starten? Ja. Oké, nou, dan gaan we eens beginnen. Hoe komen jullie vandaan? Van Herkenbosch. Herkenbosch. Oké. Zo. En dan laat ik jullie zien, kijk maar eens, als die meneer niet draait, wat nou gebeurt. Kijk. Oei. Dus wat moeten we blijven doen? Blijven? Draaien! Oké, zo. Wat hebben we hier? Dat is een? Weet ik niet. Stoffen. Dat zijn kleuren. Dat zijn die kleuren. Kijk, daar gaan we doorheen. Zo. En dan gaan we inkleuren. Ja? Zo. En dan gaan we hier een beetje zwart. En dan gaan we met het kristal hier naartoe. En dan maken we mooi recht. Ja? Mooi kneden. Zo. Dan ga ik het wel een beetje afkoelen in het water. Kijk. 1, 2. Check. Zo, dan gaan we weer de oven in en dan haal ik me weer een stukje, haal ik me weer bij. Kijk eens, zie je? Zo, dan pakken we dat kommetje en dan maken we mooi rond, verdelen, een beetje koelen. En die kommetjes, dat is hout. Zo, dan gaan we met de massa hier naartoe, kom maar hier staan. Zo, dan pakken we de krant en dan maken we met de krant een stuk mooi rond. Zie je? Zo. En dan maken we nou een zwaan. Kijk maar eens, pakken we die tangetjes en dan plukken we de massa uit. Kijk, 1. Wat is dat? Dat is het staartje. Staartje omhoog, snaveltje aan. Blijf staan, ik doe niks. Zo. Pakken we het tussenverhaaltje en we pakken nou het kopje. Kijk eens, kopje omhoog. Staart, wow.
staartje op zijn plekje. En wat moeten we nog doen? Dan gaan we het kopje heel mooi maken. Kijk eens omhoog. En we gaan hem buigen. Wow. Zo, is dat een zwaan ja of nee? Ja. Oké, heb ik het goed gedaan of niet? Ja. Oké, zo. Ja, Rieger, je weet voldoende, hè? Oké, zo. We snijden hem vanaf. Kijk eens, dan gaan we hem kappen. Tjaka. We pakken hem en we plaatsen hem rechtop. Zo, en dan moet hij wel kunnen... Zeven staan. Staan. Ja, er zijn nog even sprakeloos. Zo. Mag ik nog dat stukje hier koelen? Mag die hier blijven staan? Ja! Ja. Ik bedoel nee. Dus de stal mag nooit gemaakt worden en hier blijven staan. Anders gaat hij kapot. Om dit te vermijden pakken we dat stuk en dan hebben we een andere oven. Dat is deze oven. En dan plaatsen we alle stukken in die oven. En dan gaan we koelen, ontspannen en het duurt 16 uur. Ja? Duidelijk een beetje? Wat denk je, is die oven koel of warm? Koel. Ja, kom eens even naar boven bij mij. Hans? Ik zou het ook wel willen maken. Is die koel? Ja, als het saai was. Nee, wat is die dan? Warm. Warm. Zeg het eens. 500 graden. 500 graden. Zo. Wow. Heel warm, hè? Meneer, weet de meneer, als die kleuren zover zijn, kan ik dat zien of werken wij anders? We werken heel veel op... Gevoel. La 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 la. Op gevoel. Dat betekent, ik kan jullie nog niet uitleggen, die kleur duurt nou een minuut. Er zijn kleuren bij die duren 5 minuten, er zijn kleuren bij die duren 30 seconden. Dus het ligt eraan wat voor kleur het is en hoe die moet smelten. En de meneer voelt dat. Ik voel dat. En hoe voel ik dat? Ik voel aan de beweging van de massa in de oven, weet ik precies wat voor temperatuur het is. En dat wil zeggen, is een stuk hard, dan draai ik langzamer, dan daalt hij niet. Wordt het zachter, dan wil hij altijd dalen. Dus dan moet ik ook sneller draaien. En dan weet ik precies, het heeft die temperatuur of het heeft die temperatuur. Ja? Even dat gele nog erbij. Patsch. En we wachten. Hoe warm zal deze oven nou zijn? Als die 500 is, hoe warm is deze dan? 1000? Beetje hoger. Kijk eens even daarvoor, op die computer. Kijk eens op die computer, daarachter. En wat krijg ik nou als ik blaas? Wat voor vorm krijg ik? Weet ik niet. Weet je wel? Echt niet. Dat zie je. Dus warm. Als jullie een ballon opblazen, wat voor vorm krijg je in die ballon? Een bolletje. En wat krijg ik? Een eitje. En wat krijg ik als ik blaas? Een bolletje. Goed zo, niet zo verlegen zijn. Gewoon zeggen wat jullie denken, dat is belangrijk. Zo, dan hebben we het bolletje en wat moet ik nou doen? Dan moet ik die schaal zo groot maken. Kan ik dat met dit stuk nou doen? Nee. Nee, wat moet ik dan doen? Nog meer. Nog meer? Dus dan gaan we nog meer bijhalen. Kijk eens, die staaf is... Voel. Altijd voor mijn hand. Is die? Blauw. Goed. We gaan de oven in en we halen weer een stukje. Halen we weer? Erbij. Oké. Zo. En wat moet ik altijd blijven doen? Blijven? Goed zo. Langzaam worden jullie leerlingen. Dus ik denk dat ik dan alles aan allemaal hier houd. Oh, jullie allemaal komen helpen? Ja, we gaan allemaal in de opleiding. Zo, nog even blazen. Dan hadden we in het midden. Wat zien jullie in het midden? Wat is in het midden? De? Ballon. En wat is dat bolletje? Dat is die? Ballon. En dan gaan we blazen. Wat doet die kleur? Die gaat nou? Buiten. Naar buiten. Kijk, daar gaat die. Zag je het? Ja. Moet ik hard blazen of zachtjes? Zachtjes. Zachtjes, precies. Zo, pakken we de krant. Dat is de krant, hè? Zo. Ja, wacht even. Jullie zijn 7, hè? De krant. Ja, 7. Oké, jullie zijn 7 en 6. Zo, dat wil zeggen, niet denken die meneer gaat met de krant aan het vuur en het brandt niet. De krant is nat. En een
en een krant wat nat is, brandt niet. Maar als het droog is en ik zou dat gebruiken, dan vliegt die wel een brand. Dus, dat wil ik daarmee zeggen, niet thuis nog met een krant aan een kaars. Dat is gevaarlijk, hè? Dus niet doen. Oké? Okay? Zo, kijk eens. Is dat stuk al? Ha. Zo. En dan moeten we weer massa bij gaan halen. Dat gaan we dan doen. Zo, en dan maken we het weer mooi. Rond. En hoezo moet die altijd rond zijn? Dat ik de massa altijd mooi netjes verdeel, dat die schaal allemaal dezelfde dikte heeft. Ja? Zo. Wat denken jullie? Lukt dat met die schaal? Of lukt het niet? Lukt. En kijk, de ene die het meeste praat, zou dus het rustig zijn. Zo. Dan blaas ik doorheen. En wie moest ik blazen? Zachtjes. Zachtjes, oké. Okay. En als ik hard blaas, wat gebeurt dan? Dan wordt het anders. Dan wordt het te groot. Of dan gaat die... Oh, dat is leuk. Oh, nee. Want er vliegt aan alle kanten. Ah! Nee. Zo, dan pakken we weer. Wat was dit? De krant. Oké. Nu mag je wat kouder. En als ik nog niet draai, wat gebeurt dan? Daar gaat hij. Vallen. Dus blijven we. Draaien. Oh, ik vind het een squashy bout. Wat zeg je? Ik vind het een squashy bout. Ja, maar dan weet je wat het is? Kijk, je gaat nou vanuit, als die bal valt, dat je een hard geluid hoort. Maar dat hoor je niet. Dat massa is zacht. Dus het zal als pudding, hè? Als je hem vallen, dan gaat hij. Die... Dan zakt hij in. Dat gebeurt niet veel. Het is niet dat je denkt op eentje, oh jee, dan gaat hij nou een knal veroorzaken, noem maar op. Dat doet hij niet. Zo, nog dat die schaal moet staan, dus we maken onder een mooie strakke onderkant. Zo. Dan gaan we nou het midden en die ziel naar binnen duwen. Zo, en nou dan? Hebben we die schaal? Nee. Wat moeten we dan nog doen? Plat maken. Plat maken. Dus wat gaat u weer nog doen? Om het plat te kunnen maken, ga ik beneden een staafje aanplakken. Zo, pakken we een staafje bij. Handig, hè? Laten we draaien met zichzelf. Zo. Oh, dat is een kleine. Dan maken we mooi recht. Ik snij een stukje vanaf. Oh, dat is echt een kleine. Kijk, zo. Hé, hey, jongens, kijk je hier. Hé, hey, kom maar eens. Dat heb ik al te veel gezegd. Ja. Kijk eens, dan gaan we plakken. En welke staaf moet er vanaf? Welke moet er vanaf? Die of die? Die. Welke? Die? Die heb ik toch net aangeplakt. Oh, ja. Welke moet er vanaf? Deze. Moet ik slaan? Nee. Zo. En dan hebben we voor een kleine opening. Dan gaan we de oven in en dan gaan we opwarmen. Dan maken we hem. Kijk, wat zei hij? Dan ga ik de massa naar buiten doen. Buiten doen. Kijk. Wow. Zo. Hey, en wat moesten we nog maken? Jongens, wat moesten we nog maken? Wat zei ik? En dat doen we door? Draaien. Hetzelfde als een pizzabakker. Hebben jullie eens gezien een beetje hoe ze pizza's maken? Ja, niet zo, hè? Maar die echte pizzabakker, wat doen die met het deeg? Ja, en dan gaan ze wijder maken, hè? Zo. En ik doe dat op die stok. Kijk, dan gaan we warm maken. En dan kom ik eruit. Tjaka, en daar komt hij. Kijk, daar gaat hij, hè? Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij, 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 daar gaat hij. En daar hebben we. Yes. Wow. Een schaal. Zie je hem? Ja. Zo, en wat doen we hem nou weer in? In de? Oven. En hoe lang blijft die in? Wat zei ik nou? 16 uur. Kijk eens, nou zie je die kleuren, zie je beker. Kijk, nou pak ik die schaal op met deze schaar. Pakken we hem hier op, zo. En ik ga hem nou van de staaf ervan afhalen. Kijk, daar gaat die tik-tik. En dan gaat die hier in. En hoe warm was deze oven? Hoog. Helemaal goed. Ja. Hey,
Ik wil dadelijk op een keer dadelijk, als jullie dadelijk op school gaan, hè, of thuis, dan maken jullie dadelijk op de verjaardag, dan maken jullie een verslag om deze. Dus dan krijgen jullie een plaatje en dan schrijven jullie op wat jullie met de glasblazer allemaal gezien hebben en gebeurd is. Oké, dus. En als dan iemand, gaan we het uitzoeken wie het beste eigenlijk het hele verhaal heeft opgeschreven, dan krijgen ze dan, als ik dat hoor van die mevrouw, dan krijgt die persoon krijgt van mij een verrassing. Deal? Deal! Deal, oké. Wat was het? Alles goed? Dat is een beetje zenuwachtig. We hebben ze gezien hoe ik het paardje gemaakt heb. Dan moet jij het paardje maken. Nee, dat was moeilijk. Goed? Redt hij dat? Hey, kom op. Nee. Tuurlijk wel. Nee. Kom op, jongen. Dat heb je ze van hier doen willen. Oké, daar gaan we. Nee, we zeggen dat, hè. Daar gaan we. Oh, dat zijn twee poten. Ja, jong. Zit er? Dus die twee benen hebben we al vast, hè. Achterste twee. Eén. Het paard is wel van achter dik. En nog één, wat hè? Paard is van achter best wel dik. Nee, is die niet. Echt wel. Je moest ook even wachten, je moest even geduld hebben. Ik heb het paard gezien. Hij ging zo buigen. Kijk. Kijk eens. Die goed. Dan gaan we nog een krapje doen. Harder blazen. Kom op, kerel. Zo, ik hoop dat je een leuke video vond. Het heeft even op zich laten wachten, want hij zou eigenlijk een week of twee geleden al liever klaar zijn geweest. Ik hoop dat je er hebt van genoten. Edit van deze week is ook al klaar. Morgen wordt er weer een nieuwe video opgeload. Tot morgen!